vrienden. Ik ben op een sentimental journey. Ja, de mensen die hier natuurlijk in de buurt wonen, die hebben dit al lang herkend. Ja, dit is Bergen, Noord-Holland. En hier ging ik, als klein mannetje, ging ik hier op vakantie. Ja, en ik denk wel 14 jaar achter elkaar. Want mijn ouders waren geen avonturiers. Nee, dat was... En er was niet al te veel geld. Dus dat werd elk jaar Bergen, Noord-Holland. En als het wat slechter weer was, dan gingen we midgetgolven. Ja. En die midgetgolfbaan, heb ik gezien, die schijnt nog te bestaan. Ja, is dit nou even leuk, vrienden? Kijk, kijk, kijk. Het staat op dat bordje, ziet staan. Midgetgolf. Is dit even... Nou, dit is nou jeugdsentiment van het zuiverste water. Hier, vrienden, heeft de tijd stilgestaan. Ja, absoluut. Kijk, ik kan me dat ook nog herinneren, die greffel. Al die greffel, dat is gewoon nog hele ouderwetse midgetgolfbaan. Ah, is dit even prachtig zeg. Ik heb hier dus als kind, ja, 60 jaar geleden, heb ik hier al gemidgetgolf. Deze baan zit hier sinds 1954. Dus we zitten in het... Vrienden, horen jullie dat? Dus al 68 jaar zitten we hier. Ik ben alweer de derde generatie. Wauw, dat is toch ongelooflijk. Derde generatie. Ja, maar dat zei ik al. De tijd heeft hier stilgestaan. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Oh, wat een kwaliteit. Zien jullie het voor je? De hele familie van mij hier. Ja, met vier kinderen hoor. Ja. En dat liep hier dan. Ja, zo'n hele middag. Ja, slecht weer. En dan gingen we hier midgetgolven. En dat is hier dan 60 jaar later. En dan sta je hier nog. Ja, het is toch ongelooflijk. Ja. Ho. Dat ging dus mis, schat. Hij moet door het gat, hè? Hij moet door het gat heen. Ja, daar komt hij. En weer niet. Ja. Nou. Het wordt wel een hele makkelijke overwinning. En weer niet. Nou, wat een puinhoop zeg. En nog niet. Nou, pak hem maar op. Ja. Ho. Waar is die? Ja. Holy one. En wat ik me nog herinner, is dat de laatste hole, ja, dat was dan nummer 18. En dan, die liep zo schuin omhoog en er zat dan een groot gat in. En dan moest je hem in één keer inslaan. En als je dat lukte, dan kreeg je een vrijkaartje. Ja, dan mocht je nog een keer spelen. Dus, oh, en ik hoop dat dat er nog steeds is. Twee. Ja, ik maak erin hoor, met boter en suiker. Nou, bijna klaar. Ik heb dik gewonnen van Jut. En nu komt hij dan, hè. Hole 18. Vrienden, zou die er nog zijn? En kijk met me mee. Ja, ja. Is dit even geweldig? Ja. Kijk, hier moet hij dus omhoog dan, hè. Kijk, hier zo omhoog. En dan moet hij in één keer dat gaatje in daar. En dan krijg je dus... Kijk maar, er staat hier, hè? Kijk. Ja, dan krijg je dus een vrijkaart. Ja, daar gaat hij. Hup. Oh, het is dit. Maar ja, het maakt ook allemaal niet uit. Hoe leuk is het niet om dit na 60 jaar nog een keer te kunnen meemaken?